Eén hit. Oh. Twee hit. We hebben hem. Hij is down. Hij is down. Derde kill. Boom. Goedemorgen mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe serie PUBG. PlayerUnknown's Battlegrounds gaan we doen jongens in deze serie. Dat houdt dus in dat ik 2 potjes per video ga spelen PlayerUnknown's Battlegrounds. Ik heb heel veel gezien bij heel veel andere YouTubers, streamers, wat dan ook, dat dit spel heel veel wordt gespeeld. En dat het ook echt goed bekeken wordt. Dus ik dacht van weet je, omdat mensen het ook heel veel vragen aan mij van Dylan, ga je nou eens ook een keer PlayerUnknown's Battlegrounds spelen? En ja, dat gaan we doen. We zitten namelijk in PlayerUnknown's Battlegrounds. Het is een soort van zelfde genre qua game als H1Z1 voor de mensen die dat spel kennen. En we gaan gewoon kijken of we dit potje natuurlijk kunnen gaan ownen. Je moet natuurlijk gewoon inspannen hier bij een huisje. En we zitten bij Rosnok trouwens vlakbij. En we gaan gewoon kijken of we wat mooie wapentjes kunnen gaan pakken. Oké, we zitten in een huisje. Oké, ik zie hier een mooi jasje alweer. Die zetten gewoon zo aan. Ook even een helmpje op. Dat is super nice. Wat ligt hier nog iets? Nee, smoke grenade hebben we niet nodig. We moeten even een wapen zien te vinden, man. Even een goed wapen geleid. Een assault rifle of zo, hier ligt helemaal niks. Ik ben niet heel goed in deze game, dus ik speel het niet heel vaak. Maar ik dacht van, weet je, het is best wel leuk om gewoon te uploaden, te spelen. Vind ik het ook persoonlijk best wel leuk. Dus daarom deze serie, jongens. Dus vind je deze serie leuk, vrienden? Zeg je een blauw duimpje omhoog, zou super top zijn. En we hebben al een handpistool. Oh, de pan. We gaan sowieso de pan meenemen. De pan heb ik gezien dat die soms gewoon je leven kan redden. Dat er gewoon op die pan kan geschoten worden zonder dat jij geraakt kan worden. Dus dat is op zich wel chill. Ik zag daar, zie ik iemand lopen. Oh mijn god, volgens mij heeft hij veel betere wapens dan ik. Ik heb alleen een handpistool en daar kom je niet heel ver mee. Dus ik doe heel veel die deur dicht. Oké, shotgun. Is het, ja, oké, met ammo, dat is nice. Want shotgun zonder ammo, daar heb je niet zoveel aan. Oké, we hebben een shotgun en een handpistool. We moeten even een afstandswapen hebben. En even een assault rifle. Daar ben ik het meeste hype voor, want... Die guy die zo meteen naar ons toe gaat komen, die kan ons easy hebben nu. Omdat we niet echt gewoon goede wapens hebben. Ik zie hem daar lopen. Zien jullie me ook, jongens? Ja, daar. Wacht. Zou ik er even op... Nee, die vindt het... Dat kan ik onmogelijk raken, joh. Even kijken wat voor wapens hij heeft. Hij heeft een handpistool. Dat... Wat? We hebben gewoon... We hebben hem gewoon... Oké, ik vertrouw het niet. Werd het door iemand anders beschoten dat hij zo low was? Of is dit wapen gewoon zo sterk? Dat waren 2 kogeltjes die ik raakte en ik had hem gewoon. Hoe? Hè? Hoe hebben wij hem gekild, man? What the heck? Ik vertrouw het echt niet, man. Ik kijk even goed uit of daar niemand is. Nee, de deurtjes zijn allemaal hier dicht. We hebben hem gewoon legit gekild. Damn. Nou, we nemen gewoon even zijn loot mee. Hij heeft niet heel veel bandages. En de backpack en de helm hadden we al. Oh my god. Oh jawel, dit is wel een shit. Er is wel een deurtje open. Of zit er gewoon geen deur in? Er is iemand dood. Ik weet niet of hij mij weet dat ik hier zit. Laten we gewoon gaan rushen. Fuck it. Hij heeft ons niet door. Bitch, tweede kill. Oké, nice. Woe. Oké, er waren hier nog 3 man gewoon. Even zien wat hij allemaal heeft. Uzi, de grip wil ik wel hebben. Hoppakaas. Benches, painkiller. Red dot sight. Oeh, ja, op zich de keer 4 vind ik wel nice. Ik zet een max. Hij heeft een betere backpack, nice. Betere helm. Die kogels heb ik niet nodig op dit moment. Oké. Oeh, wat zet... Er ligt nog een kist hier, ja. Ik hoop niet dat ik nu gekild word. Oh, what the fuck. Ik moet wel die helm hebben. Ik pak weer iets anders op. Oeh, nice. Lijpmaskertje. Het enige nadeel aan dit spel is wel dat je echt lang loot, zeg maar, in het open. Want het kan niet echt anders. Ik denk dat ik allebei die kratjes nu heb doorzocht. We hebben 2 kills. Dat is super sick, ouwe. Ik had echt niet verwacht dat we deze mensen hadden kunnen killen. Laten we teruggaan naar de motor. Want we zitten wel in de safe zone. Dat is nice. Oké, dat wist ik niet. We hebben 2 kills. En ik weet niet of er nog meer mensen zijn. Dus ik ga een beetje... toeren met de motor en kijken of we dan wat mensen tegen gaan komen. Want kijk, we hebben hier gewoon de motor. Fucking sick. En oh, ik wil wel op de voorkant zitten als het mag. Drive, kijk, dat moeten we hebben. Oké, let's go. Laten we gewoon een beetje rondtoeren. Kijken of er mensen zitten. Ik moet wel echt wennen dat je niet gewoon zomaar van je motor af moet springen, want dan kan je doodgaan. Laten we even bovenop de berg gaan kijken. 5 minutes later. Ik zie daar iemand lopen.
Eén hit. Ho. Twee hit. We hebben hem. Hij is down. Hij is down. Derde kill. Wow. Dat was even nice. Ik zag hem lopen en ik dacht van... hè, is dat nou iemand? En dat was iemand. Oké, nog 44 alive. We hebben al 3 kills binnen. Dus dat is wel zeker mooi. Ik zag opeens iemand lopen. Joh. Ik denk van... wat doet hij nou? Hij gaat gewoon midden in het grasveld liggen. Oké. Okay. Even kijken wat hij heeft hoor. Verkeer visco. Oké, gooi gewoon ook op de vector. Extender max. Die moet ik... oh, de kut. Die kan ik niet gebruiken. Suppressor dan. Of voor de pistol. Oké. Okay. Oh, level 3 helmet. Police vest. Groene kogels. Welke harde kogels heb ik nou nodig? Groene? Ja, oké, okay, groene. Oké, okay, die neem ik ook mee. M16. Ja, ik vind die... ik vind die... vector... nee, ik vind mijn wapens goed. Ik vind mijn wapens zeker goed. Dit kan ik nog wel meenemen. Oh, dit... oké, okay, nou. Prima, we hebben goede wapens op zich nu. Oeh. Lijpe bommen ook. Oké, okay, nou, we hebben 3 kills, dat is zeker chill. Holy shit. Ik denk dat hier ergens de airdrop is, man. Holy! We moeten iets terug. Daar is de airdrop. Daar gaan mensen op af. Oké, okay, laten we even een punt zoeken waar we op die airdrop kunnen gaan scope houden. Is dat de airdrop wel? Dat is de airdrop toch, jongens? Met dat rode, met dat rook. Ja, dat moet wel de airdrop zijn. Zit daar iemand bij? Dat is de vraag. Het is een auto die rookt. Het is gewoon een auto die rookt. Ik dacht dat het de airdrop was. Oh mijn god, wat dom weer. Oké, naar het zuiden gewoon. Zuidoosten gaan we gewoon. Oeh, een auto. Dat is wel iets beter dan de motor. Want de motor is snel. Maar je bent gewoon niet beschut, zeg maar. Oké, laten we de auto meenemen. Oeh. Voertuigswitch. Ik ben nog niet full health, dus dat wil ik wel even doen. Laten we even een energy drinkje nemen. Want we moeten even full health worden. Daar staat erop. Oké, daar gaan we heen. Look at the top of his head. Oh my god, wat... oh my god. Hij heeft mij. Meen je dit serieus? Hij lag gewoon naast de auto. Oh my god. Hij lag naast de auto. Oh, wat een gozer. 3 kills en 38. Holy shit. Shit, shit, shit. Oh my god. Zo mensen, zijn aangekomen bij het tweede en laatste potje. En waar wij spannen is helemaal links onderin de map. En ik zat te denken om een beetje op de lijn te blijven. We kunnen bij de zee, maar we kunnen ook naar Poshinki. Ik denk dat dat het meest... ja, het is niet helemaal op de lijn, maar het is denk ik wel het meest slimme plan. Dus even zien, waar is Poshinki? Is dat daar helemaal? Is dat, of is dat daar? Ik weet niet eens waar mijn marker is. We zijn er al lang voorbij, jongens. We moeten daar nog wel uit. Kijk, dat markersysteem, daar ben ik ook zo slecht in. Ik dacht dat je helemaal naar boven moest kijken en dat je er dan heel langzaam heen vloog. Ik dacht dat dat de tactiek was. En aangezien ik wil... oké, okay, ik moet even iets naar rechts. Oké, okay, ik denk dat we het zo wel halen. Zo recht vooruit. Ik denk dat dat wel goed gaat. Oké, we zitten wel goed. Ik denk dat er heel veel mensen gaan landen. Ik zie er al 3. Was dat alles? Alleen met deze 3 man? Oké, okay, dan gaan we zo ver mogelijk een beetje naar rechts landen. Ik denk dat het hier het beste is om te gaan landen. Ik ga denk ik bij deze, ja wat is het, garageachtig dingetje. Oh, dan moet ik wel even draaien denk ik. Gaan we landen? Hebben? Ja, perfect. Oké, okay, we gaan even naar dit garage gebeuren landen. Ik zie, oh, ik moet bukken. Ik zie hier namelijk al een helmpie. Die moet je slepen. Hoop, slepen. Ja, oké, okay, dank je. Even zien, voor de rest zie ik niet heel veel. We hebben alleen een helmpie. We doen even deze deur open. Nee, oké, okay, we hebben alleen een helmpje. We moeten wel even voort gaan zetten dat we... veel spullen hebben, want we zijn best wel bij weer wat mensen geland. Dus daar moet je natuurlijk altijd goed voor opletten dat je wel gewoon goed bewapend bent. Want stel dat zo'n guy binnenkomt rushen met een shotgun of zo, moet je bijvoorbeeld een shotgun terug hebben om terug te kunnen schieten. Oké, okay, ik zie hier een tas. En we hebben extended max, dan nemen we gewoon mee, bandages. En dan nemen we de tas mee, want de tas is super handig, want dan kan je meer spul meenemen. Dus dat is super dope. We gaan even de trap omhoog. Ligt hier iets handigs? Ik zie daar niks. Een t-shirtje. Ah, kijk, dit bedoel ik. Een M416. Super dope. En wat ammo erbij. Dat is altijd nice. Hier ben ik wel blij mee, man. Oh, hier ligt nog meer. Oeh, een UMP. Nice. Die nemen we ook gewoon mee. 19 mm. Hop, hop, hop. De UMP zelf natuurlijk. Klik. Was dit? Kan dat toch? Oké. Okay, zetten we wel even daarop. Oké. Okay, we hebben nu 2 chille wapens. Dus eigenlijk zijn we al gewoon stacked. Willen wij aangevallen worden? Ik zet deze nog wel even op. Auto en deze... ja, single. Single denk ik toch. Hij kan op single en op auto. Ik zet hem op single. Want laten we de M4 gebruiken als wat
voor verdere afstanden. En de UMP voor echt close range willen we gewoon aangevallen. Oh, ik zie hier al gelijk een red dot sight. Voor de M4 nemen we die. En level 1, we hebben al een betere level 2 backpack, dacht ik. Oké, okay, we hebben nice wapens, dus chill. Ik zie daar een auto staan, ik weet niet of iemand... Nee, dat hadden we wel gehoord. We hebben dus daar een auto staan, die kunnen we zo mee gaan nemen. Laten we dit huisje nog even gaan looten. En dan gaan we zo meteen even die auto meenemen. Oeh, oké. We moeten even wat serieus gaan spelen hier. Hier is iemand binnen, ergens. En ik denk hier echt nog wel dichtbij ook. Hij kan hier nog binnen zitten. Ik denk het niet. Oeh, was dat er? Nee, ik dacht dat ik iets in dat raampje zag. Hij is down, we hebben hem. Oh my god. Ik wist dat hij hier in de buurt was. En het was hier. Oké, we even benches droppen. Oké, er kunnen nu veel meer mensen op ons afkomen. Ik ga iets naar hier. Oké, oh shit. Ik hoorde hem lopen op een gegeven moment. Dat is wel nice, dat je gewoon mensen hoort lopen. Kan ik hem... Nee, ik kan hem niet vanaf hier looten. Dan moet hij maar even... Oké, nice. Oeh, hele holographic site. Die zetten we voor de M4 op. Red dot site op de UMP. Quick draw zetten we hier op. Of extended max. Nee, die kunnen we hier op zetten. Kunnen we hier ook extended max op zetten. Hij heeft echt lijp loot. Hier. First aid kit. Bandages. Veel ammo. Holy damn. Neem hem mee. Hoppa. 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 En een police vest level 1 die ook wel damage is. Maar boeien. We hadden er helemaal geen één. Oké, dit is zeker chill. Oké, we konden hier legit doodgaan. Want ik ben niet zo heel goed in dit spel. Maar we hebben een kill. We hebben een kill. Is dat een auto die ik kan gebruiken? Nee, ik denk of wel. Nee, volgens mij niet. Maar we gaan er gewoon op af. Laten we die auto sowieso... Nee, dit is toch een auto die ik kan gebruiken? Nee, oké, ik ben weer heel dom. Laten we teruggaan naar die oranje auto die we in het begin zagen. We nemen de auto mee. Oh, kut, ik kan weer niet rijden. Ik moet wel even... Waarom kan ik niet drive? Wacht, 1. Oké, nice. Laten we gaan hier, laten we gaan. Ik vertrouw dit stadje niet echt. Het is een beetje een gedoemd stadje. We hebben een snelle auto, dat is chill. Ja, we hebben wel een kill opgepakt in het stadje, dus dat is wel zeker chill. Oh, dit ding stuurt wel heel soepel. Holy shit, oké, waar moeten we heen? Naar het, is dat, ja, oosten, dat is die kant. Oh, holy shit, hang recht, nee. Made it. Oh my god. In dit spel kun je je auto niet flippen natuurlijk. Oh my god. We hebben onze auto's juist over de kop laten vliegen. Man, ben je dat serieus? Ik zie ook gewoon geen voertuig. Nee. Hij stuurde zo soepel dat ding. Dus we vliegen gewoon over de kop. What? 5 minutes later. We hebben weer de bananen. We hebben weer de auto, jongen. De hoe heet dat ding? De Bavaria? Ja, ik zag het niet eens. Onze auto die net over de kop is geslagen in ieder geval. Maar deze keer met een mooie gila kleur. Dus we hebben een mooie bananenauto, jongens. Super dope. Oké, we rijden gewoon richting het oosten nog steeds. Ja, we zijn hier. We zijn eigenlijk in het midden van de safezone eigenlijk. Dus we moeten hier een beetje mensen zien te vinden. Maar ja, dat is nog een kunst. Want het is best wel een groot deel nog van de map. Dus kom maar op, enemies. Woo! Oh shit, nee. Nee, niet weer. Oh my god. Oh, driften. Oh shit. Ik moet wel zeggen, jongens, dat rijden vind ik nog best wel pittig lastig, hoor. Dat zeg ik je eerlijk. Het is niet wat je 1, 2, 3 gewoon doet in deze game. Oh, dat glitst ook wel trouwens als je door zo'n hekje rijdt. Holy damn. Ik word daar verschoten. Deze auto rijdt zo slow eigenlijk. Ik zie ook een buggy staan. Eén hit. Oh shit, het is niet druk. Het is opeens druk. Ik zag daar nog een auto, jongens. Dus ik moet even goed kijken. We hebben namelijk niet de meest inzoomende scope. Hij reed ongeveer achter dat huisje daar zo. Oh my god. Hij heeft een pittig lang wapentje volgens mij daar. Het kwam vanaf het westen. Het zuidwesten ongeveer. Waar komt dat schot vandaan? Hij had mij goed in de smies in ieder geval. We bloeden nog wel, ouwe. We zetten even een first aid kit in. Moeten we wel even stilstaan.
Zo, first aid kit. Even kijken. Snel, heb je mij niet dood? Oké, rijden. Nee! Hij zat echt ver weg. Waar zat hij? Wat een glitch helemaal. Kan ik zien waar hij... Nee. We hebben één iemand en 41ste geworden. Oh, we kwamen maar geen mensen tegen. We kwamen maar helaas geen mensen tegen. Shit happens. Shit happens. Oh, wat jammer. Oh, exit lobby dan maar. Ja. Helaas. Helaas. Het duurde fucking lang voordat we mensen eigenlijk tegenkwamen. En dan kwamen we iemand tegen en dan chased iemand langs met de motor. En dan zie ik een auto en opeens worden we beschoten door een, wat leek het, Marksman, sniper, zoiets zal het zijn. Helaas hebben we de tweede potje niet echt goed gedaan. We hebben toch 3 kills in het eerste game en we hebben toch 1 kill in het tweede game. Maar jongens, vonden jullie deze video nou leuk? Vergeet niet zeker een duimpje omhoog te doen. Dit wordt natuurlijk een serie, dus er komen meer afleveringen van PlayerUnknown's Battlegrounds. We gaan het ook gewoon met meerdere mensen doen, dus af en toe kan je wat meerdere mensen zien, af en toe ik alleen. Dus jongens, vergeet zeker een duimpje omhoog te doen, te abonneren op mijn kanaal en zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later mensen.